Gaia met de Noorse gastenvlag in het land. Maar voordat het zover was... Een paar dagen na ons geplande vertrek. Mis daar niet wat? Dit is toch onze thuishaven, Den Oever. Op weg naar Vlieland breekt de mastvoet in stukken en zijn we gedwongen terug te keren. Een materiaalfout? We weten het niet. Twee weken later zijn wij en Gaia er weer klaar voor. Iedereen is druk met de voorbereidingen. Trossen los. Hier op Vlieland. Het is 3 nachten doorvaren. Nog even de dolfijn. Bye bye. Hikje raakt bij een val aan dek gewond. Ashley troost. De eerste Noorse haven. Tananger. Tananger is de poort tot een uitgebreid fjordengebied. Op een paar uurtjes varen ligt Stavanger. Verbijsterd over de prijslijst. Dan naar straatvoer. En cultuur. In de verder sobere 12e eeuwse domkerk valt de barokke preekstoel erg op. Stavanger is nauw verbonden met de zee. Karaktervol Gamle, Oud-Stavanger. Rare hobby soms, dat zeilen. Zijn we er al, Jelle? Ja, we hebben 1.4 hebben we op de log staan, ja. Maar helaas moeten we hier kruisen. Dat had ik niet gedacht. Je gaat, we zijn er bijna. Je gaat toch niet zeggen dat de motor aan kan, hè? Nee, absoluut niet. Er zijn zeilers. Ik schrik al. Op een uur zijn we wel een halve mijl verder. Hoeveel mijlen moeten we nog? Nou, niet. Een halve mijl?
Maya, als je ziet waar het ons brengt. In de verte Jorpeland. Hier pak je de bus naar de beroemde Prijkenstolen uitkijkrots aan de Luzefjord. Het is een klim van ongeveer 2 uur. Maar helaas, mist en motregen bederven het uitzicht. Wat er zo uit had kunnen zien. De bemanning spot het lokale dierenleven. Heel behoedzaam of elkaar uitmakend voor rotte vis? Gekookte garnalen zijn makkelijkere jachtbuit. Een heel gedoe voor je goed en wel ten anker ligt. Ja, even. Vanwege de dwarrelwind liggen we aan het hekanker en voor aan de rots vast. Ach ja, men blijft dromen. Niet lekker. Haugesund. Verbinding tussen 2 grote fjordengebieden. Het lieflijke Herand aan de Hardangerfjord.
stapje voor stapje. Maar die kleine komt er wel. Der Erbrauch. Goed zo. Waarom zit jij 's morgens vroeg om 6 uur in pyjama in de kuip, mag ik vragen? Nou, er was een raar geluid. Een raar geluid? Bonk, bonk! Ja? We zitten op een rots. Oh. Net al een bootje. Wat vervelend nou. Mijn vast. Het prachtige eiland Espenveer, vlak bij de kust. Ashley, wat doe jij daar? Schiet op! Schiet op en gauw wat! Wat verdikkie! Tja, Ashley zou ook wel eens walpermissie willen. Maar no hard feelings. Wat verder uit de kust, het eenzame Utsira. Met een 6 à 7 comfort achterin is de terugreis eerst nog pittig. Het achterschip wil steeds uitbreken. Gelukkig neemt de wind 's nachts af. Het is druk in de scheepvaartroutes. Vlieland nog 12 mijl. We hebben van deze reis genoten. Bedankt voor het kijken en tot ziens.